Welkom bij de 1.2 Planten Biocast, waarin we gaan kijken naar planten en naar plantencellen. Hier is een plant en die heeft een aantal onderdelen. Dat zijn de organen van een plant. De bloem, die zorgt voor de voortplanting. Het blad, wat zorgt dat er voedingsstoffen, glucose, gemaakt kunnen worden. We hebben de stengel, die zorgt voor het transport van water en van opgeloste stoffen. Natuurlijk zitten daar ook de bloemen, de bladeren en de wortels aan vast. En behalve de stengel zijn er dus ook nog de wortels. Die zorgen ervoor dat de plant vast zit in de grond, dat hij niet om kan waaien. Maar ze nemen ook water en voedingsstoffen op. Mineralen bedoel ik. En hier is een doorsnede van het blad. En je ziet hier verschillende soorten cellen, maar soms zie je dezelfde cellen bij elkaar zitten. En diezelfde cellen, dat heet een weefsel. Dit is een weefsel, maar hier de nerf bestaat ook weer uit twee verschillende soorten weefsels. En er is het dekweefsel, wat ook weer een weefsel is natuurlijk. Onder zie je de huidmondjes. En hier hebben we een schematische tekening van een plantencel. Met daar de celwand, het celmembraan, het cytoplasma, daar weer binnen. Het celmembraan zie je overigens niet als je door de microscoop kijkt. Het cytoplasma zie je wel. Daar zie je de cel, het kern, het regelgedeelte van de cel. En nog bladgroenkorrels. Nou, als je dat ziet, dan weet je dat je een plant ziet, een plantencel. En daar in het midden, dat grote, is een vacuole. De celkern bekijken we nog even wat van dichterbij. Hij is uitvergroot en opengemaakt. Dit is het celmembraan. Dat omsluit de celkern. En dit zijn de chromosomen waar erfelijke informatie op staat. Hoe blijft nou een plant omhoog staan? En dat hij niet slap komt te hangen en plat over de grond ligt. Er zijn twee mogelijkheden. Een boom, bijvoorbeeld een houtachtige plant, die blijft overeind staan omdat er houtstof in zit. Dus een boom blijft recht overeind staan doordat er houtstof is. Een kruidachtige plant, gras, een bosje bloemen, een bosje tulpen, maar ook tulpen natuurlijk die gewoon groeien, die blijft overeind staan doordat hij een soort binnenband heeft, het celmembraan, en die drukt tegen de buitenkant de celwand. Net zoals bij de band van een fiets. Als je alleen de buitenband hebt, dan is die slap. En daar kun je niet op rijden. Als je alleen de binnenband hebt, dan is die ook veel te zacht. Maar met elkaar zorgen ze er wel voor dat je band stevig blijft. De binnenband drukt tegen de buitenband en daardoor kun je fietsen. Dus tulpen die blijven mooi overeind staan. Doordat de water in de vacuole drukt tegen het celmembraan en dat kan niet weg tegen de celwand. Hier zie je een houtwand, eigenlijk een hele dikke buis die bijvoorbeeld een boom overeind helpt. En hier zie je links planten die slap hangen, een plant die slap hangt, en rechts een die strak overeind staat. Dus een kruidachtige plant, links zie je een plaatje, die is helemaal niet vol, de vacuole is heel klein. En dit zijn planten die nooit meer goed komen. Deze cellen zijn dood. En deze, dit is een plant die slap hangt. Als je op tijd bent en je geeft hem water, dan kan die nog wel weer overeind komen. En dit is een plantencel die helemaal bol en strak staat. We gaan kijken naar verschillende soorten planten. Cellen, planten. Dit zijn algen. Dat zijn de kleinste planten die er zijn. Die bestaan maar uit één cel. En je ziet hier een aantal van die algen heel erg uitvergroot. Die kan je met het blote oog niet zien. En één zo'n cel, zo'n plant die uit één cel bestaat, is eigenlijk een ZZP'er. Een zelfstandige zonder personeel. Die man links die aan het werk is, die moet zorgen dat hij zijn werk zelf krijgt. Hij moet al zijn materiaal bestellen. Hij moet de offertes maken. En hij moet zijn belastingaangifte doen. En dat doet hij rechts. Dus zo'n plantencel, daar moet alles in gebeuren. Anders is het bij de grootste planten die er bestaan. Sequoia-bomen. En hier nu zie je pas echt hoe groot die zijn. En dat is eigenlijk een multinational. Daar heb je heel veel verschillende soorten cellen die allemaal een eigen taak uitoefenen. En die werken samen.
Dit was hem alweer, de 1.2 Biocast. Veel succes met studeren. Tot de volgende keer.